In Vegmaal bij Heers hebben ze een kunstige en creatieve manier gevonden om de vleermuizen in de waterkuil te beschermen. Een kunstenaar heeft speciale poorten ontworpen die ongewenste bezoekers buiten moeten houden. Charlie Klaassen van Natuurpunt toont ons als eerste de nieuwe ingang van de waterkuil. In deze mergelgroeven leven in de winter heel wat vleermuizen. Maar de laatste tijd daalde die populatie drastisch. Er worden in de winter hier feestjes georganiseerd, er worden vuren gestookt. Dan zuigen die gangen die lucht binnen. Die rook die gaat langs die wanden. En de vleermuizen die daar hangen, die worden wakker. Die gaan hun energie dus verspelen. Op die manier zijn de vleermuizen verzwakt en overleven ze de winter niet. En dus moest er iets gedaan worden. De poorten zijn ontworpen door Frans van Duren. Een ontwerper in de streek die in Opheers woont. En overal zijn vleermuizen uitgesneden daarin, zodanig dat de vleermuizen ook langs hier binnen en buiten kunnen vliegen. De poorten mogen dan wel op slot en grendel gaan, toch kunnen natuurliefhebbers terecht bij Natuurpunt als ze de waterkuil willen bezoeken. We willen tegemoetkomen aan die mensen die dat allemaal zo mooi vinden. En wij voorzien van om de 2 maanden of om de 1,5 maand zeker en vast een gratis bezoek te organiseren, zodanig dat mensen heel gemakkelijk kunnen komen kijken, maar dat we terug kunnen afsluiten zonder dat er beschadiging is van de gangen. De nieuwe ingang van de waterkuil wordt gefinancierd door de gemeente Heers, de provincie Limburg, Natuurpunt en regionaal landschap Haspengouw en Voeren. Op 29 augustus wordt die nieuwe ingang feestelijk geopend.